Binnenvaartschip en fietspont botsen bij Rijswijk. Wesley Verhoek voor keuring in Twente. En hoe populair is onze jarige vorstin? Dinsdag 31 januari. Welkom, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. De fietspont over het Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk is vanmorgen op een binnenvaartschip gebotst. Door de klap vielen twee mensen in het ijskoude water. Ze werden allebei gered en hielden er wonder boven wonder alleen een nat pak aan over. Allemaal dankzij het snelle ingrijpen van omwonenden. We hoorden ineens een hele harde knal, alsof er een container ergens tegenaan botste. Stond er niet zo heel erg bij stil, maar direct daarop hoorde ik mijn buurvrouw helemaal in paniek schreeuwen en help roepen. Dus gelijk mijn kleding aangetrokken en naar buiten gerend om te kijken wat er aan de hand was. En toen bleek de pont een botsing te hebben gehad met een binnenvaartschip. Nou, ik was op de pont en er kwam een grote boot aan, maar die zag de pontvaarder niet en toen ramde die de pont. Toen viel ik in het water. Dus de grote boot, binnenvaartschip, zag de pont niet? Nee. Of andersom. Ja. Alleen toen ik zei pas op, toen zag hij hem en toen ging hij harder varen en toen ramde hij hem. Toen viel ik in het water. En kon je er snel uitkomen? Ja, ik werd op de pont getrokken en toen werd ik opgevangen door mensen en toen mocht ik onder een warme douche en droge kleren. Ik zag mensen het water in glijden, dus ik heb gelukkig gewoon mijn buurvrouw aanfietsen. Die heeft toen direct mijn hond vastgehouden. En ik heb getracht die mensen zo snel mogelijk op de kant te krijgen. Ze konden zich nog redelijk aan het pontje vasthouden. Gelukkig aan de voorkant kiepte die en hij sloeg weer terug. Want zou die echt helemaal vooraan en omgeslagen zijn, dan denk ik dat het nog veel erger was afgelopen. Gelukkig sloeg die terug. Die mensen hebben ze vastgehouden. Zijn in het water, hebben ze snel naar het pontje weer kunnen grijpen. En uiteindelijk hebben we ze hier aan de kant zo snel mogelijk op de kant getrokken. En mijn buurvrouw, die verpleegster is, die heeft ze direct naar de huis hierachter gezet en onder de douche gezet, beide. Wie schuldig is aan het ongeval is nog onduidelijk, maar er gaat wel een beschuldigende vinger richting de gemeente Rijswijk. Vanwege bezuinigingen werd de pontbaas ontslagen, die 21 jaar lang het kanaal overstak. Hij werd vervangen door medewerkers van de sociale werkplaats. Maar wethouder Dick Jensen, die verantwoordelijk was voor het pontje en het ontslag van de pontbaas, weigert te reageren. Daar was ik nou zo bang voor. En ik had gehoopt dat het niet zo snel zou gebeuren, maar het is nog heel snel gebeurd ook. Want gemeentebelangen Rijswijk heeft zich enorm verzet toen schipper Aad van Geest eind vorige maand na 21 jaar trouwe dienst werd wegbezuinigd door de gemeente en werd vervangen door mensen van de dienst sociale werkvoorziening. Als je dan weet dat er mensen opkomen die geen zwemdiploma, dat was geen eis, reddingszwemmen niet hebben. Als er mensen opkomen die niets van de verkeersregels afweten, dat zijn geen mensen die echt schipper zijn. En dat is ook de indruk van omwonenden. Het vereist vakmanschap om te voorkomen dat je hier een aanvaring mee krijgt. Volgens mij zet je licht verstandelijk gehandicapte mensen onder toezicht van de mensen die daarin opgeleid zijn. En je gaat de rollen niet omdraaien dat je verantwoordelijkheid geeft aan dat soort mensen om scholieren over te brengen. En dan kan je erop wachten dat dit gebeurt. Dit is ook weer een typisch voorbeeld van wat er mis kan gaan als er te rigoureus bezuinigd wordt. Ook de ontslagen schipper Aad van Geest is ontdaan door het ongeluk. Hij wil geen vinger wijzen naar de nieuwe schippers, maar weet wel dat ze weinig instructie hebben gehad. Het is één keertje, een uurtje iemand bij mij geweest. Maar ik ben een paar dagen geweest bij de vorige veerman, waar ik het van geleerd heb. Gewoon iedere keer even een paar uur varen. Iedereen kan het overnemen, maar niet zo vrijdagavond eraf, maandagochtend de nieuwe erop. Zonder ook maar enige, dat gaat niet. Gemeente Belangen Rijswijk is boos op wethouder Jensen, omdat hij een eerdere belofte om het pontje nog een jaar te laten varen met schipper Aad van Geest heeft verbroken. De partij houdt hem dan ook verantwoordelijk voor de aanvaring van vanochtend. Want hij is begonnen met dit weghalen. Hij heeft weer niet naar de burgers geluisterd. Hoe kan je het doen, wethouder, en hoe ga je het nu oplossen? Dan gaat hij waarschijnlijk zeggen, hey, de pontje eruit, zijn de mensen nog verder gedupeerd. De man die de schipper die 21 jaar lang heeft gevaren op het pontje heeft wegbezuinigd, wethouder Jensen is dat, wil niet reageren op alle vraagstukken die wij hebben op dit moment, omdat het onderzoek nu nog gaande is. Wel liet hij vanochtend heel even zijn gezicht zien op de plek van de aanvaring. Hoe durf je hier te komen, man? Hoe durf je hier te komen? Ga weg! Idioot! Ik hoop dat hij nu eens een keer naar de burgers luistert en ook met ons praat en gewoon zegt,
ik heb een fout begaan. Dat mag een wethouder zeggen. Ik heb het verkeerd ingeschat. Schipper terug. En we zijn weer allemaal gelukkig. En dat is wat ik wens. Ook voor de schipper. Het KLPD kon nog niet zeggen hoe lang het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gaat duren. Opnieuw is de Haagse PVV-fractie negatief in het nieuws. Vandaag lekten e-mails uit die PVV-raadslid Richard de Mos aan fractiegenoten zou hebben gestuurd. Hierin bekritiseerde hij hun prestaties. De berichten in de Volkskrant komen bovenop het nieuws dat de PVV klachten over het verkeerscirculatieplan zou hebben verzonnen. En de erkenning van een voormalig PVV-raadslid dat hij geld van de fractie voor privédoeleinden gebruikte. Verslaggever Lot van Bree is op onze redactie. Lot, wat stond er in die mails van Richard de Mos? Richard de Mos zou in zijn functie als fractiesecretaris mails hebben gestuurd waarin hij sprak over de fractievergadering als een grote blamage. En hij sprak ook over een stuk van een fractiegenoot als een butstuk van de eerste categorie. Nou, we hebben Richard de Mos vandaag ook geprobeerd om een reactie te vragen voor camera, maar hij had daar geen tijd voor, was bezig met Tweede Kamerwerk. Wel sms'te hij een reactie en daarin schreef hij dat wat hem betreft binnen de PVV-fractie geldt, wat te doen voor je poen, anders krijg je met de mos van doen. Wat zeggen deze mails eigenlijk over de PVV-fractie? Nou, het zegt wel iets over de sfeer binnen de PVV-fractie. Onlangs stapten al twee PVV-raadsleden op, onder andere Arnoud van Doren. Hij stapte op omdat hij privébetalingen gedaan heeft met de fractierekening. Maar daarvan zegt hij, ik heb alles direct terugbetaald. Dus van geld in het zak steken of fraude, daarvan is geen sprake. Maar een andere reden waren ook de omgangsvormen binnen de PVV-fractie. Die zouden onfatsoenlijk zijn. Dus de mails zijn ook bij hem bekend. Ik ken de mails niet letterlijk. Ik ken wel de discussies die we destijds hebben gehad. En het is wel de toon die gebezigd wordt in de fractie. De landelijke PVV daalt in de peilingen. Denk je dat deze mails daarom nu uitlekken? Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen dat daardoor PVV-raadsleden, medewerkers, Kamerleden ontevreden worden. Maar een mogelijkheid is ook dat gewoon de irritaties zijn ontstaan. Ze zijn nu 2 jaar onderweg sinds de gemeenteraadsverkiezingen, de PVV-fractieleden. Nou ja, het eerste jaar is dan nog leuk en gezellig. En daarna kunnen er irritaties gaan ontstaan met dit als gevolg. Dankjewel, Lot. Straks Wesley Verhoek voor keuring in Almelo. Ruud S., de vermoedelijke moordenaar van Celesta Kempers, blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Hij meldde zichzelf bij de politie met de mededeling dat hij zijn vriendin omgebracht had. Even later vond de politie haar lichaam in de flat aan de Van Aalstlaan in Zoetermeer, waar ze samen met haar moeder en Ruud S. woonde. De uitspraak van de Hoge Raad over de zaak van Tamara Wolvers uit Alphen aan de Rijn is een maand uitgesteld. Aanvankelijk zou de uitspraak volgende week zijn. Tamara Wolvers werd in juli 2006 vermoord. Een half jaar na de moord werd Jacob G., de ex van Tamara's tante, aangehouden als verdachte. Volgens het OM leidden meerdere sporen naar Jacob G., maar de rechtbank heeft hem tot 2 keer toe vrijgesproken. Bewoners van de Scheveningse Slag ergeren zich aan de nieuwe straatverlichting op de Scheveningse Boulevard. De speciale verlichting is bedoeld voor de sprookjesbeelden, maar is een doorn in het oog van de bewoners vanwege de felle verlichting. Ook vinden de bewoners dat de hoge lantaarnpalen het uitzicht verpesten. ADO Den Haag-speler Wesley Verhoek is vandaag gekeurd in Twente. Het was de laatste hobbel in de overgang van Verhoek naar de Twentse club. Later vandaag wordt hij officieel gepresenteerd. Het ziekenhuis in Almelo is de plek waar Wesley Verhoek gekeurd gaat worden. 1,5 uur maar liefst duurt de keuring. En dat is ook nodig, want de enkelblessure zou misschien een roet in het eten kunnen gooien voor de voetballer van ADO Den Haag. Maar na 1,5 uur komt Wesley Verhoek naar buiten en de glimlach die is groot, want hij is vanaf vandaag speler van FC Twente. Natuurlijk, Twente is gewoon een topclub, maar het is een stuk rustiger club als bijvoorbeeld Ajax, PSV. Maar we gaan het zien. De leiding heeft heel veel vertrouwen in mij en ik heb vertrouwen in de club Twente. Over een uurtje of 1,5 de champagne? Ik hoop het. En dan? Mooi afscheid in Den Haag ook nog? Ja, kijk, ik ben er begonnen als 8-9-jarig ventje. En het doet wel heel veel. Het is toch zonde dat ik de laatste tijd dat ik zo in het nieuws ben gekomen. Dat vind ik jammer.
Maar ja, altijd, ADO blijft altijd in mijn hart en ik zal er altijd terugkomen. Kun je maar een beetje vertellen hoe de afgelopen dagen zijn geweest? Stressvol. Stressvol. Zeker gisteren is het een dag van afwachten, wel doorgaan, niet doorgaan. Ja, dat was ook nieuw voor mij, maar ja, achteraf een hele leuke dag geweest. Toen ik gisteravond het bevrijdende telefoontje kreeg dat het doorging. De koningin is vandaag 74 jaar geworden. Daarmee is ze de oudste vorst ooit in Nederland. En ook een van de weinige vrouwen in Nederland die op deze leeftijd nog aan het werk is. Hier in Paleis Noordeinde werkt de koningin nog zeker 12 uur per week. Haar werkzaamheden zijn onder meer het ondertekenen van nieuwe wetten. Ze legt staats- en werkbezoeken af. En bovendien is haar stemgeluid de laatste tijd steeds meer te horen in het politieke debat. Maar als het gaat om populariteit, verginnet de koningin de afgelopen jaren niet zo heel erg goed. Sinds de komst van Maxima is het de prinses die met stip op nummer 1 staat op de lijst van populaire leden van het koningshuis. Maar als het gaat om vertrouwen, dan is het de koningin die het beste rapportcijfer scoort. En dat is zelfs beter dan onze toekomstige koning, prins Willem-Alexander. Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma 1 Vandaag blijkt dat de bewoners van Zuid-Holland de koningin nog lang niet zat zijn. Zo'n 80% van de ondervraagden heeft vertrouwen in haar als vorst. Bij haar zoon Willem-Alexander ligt dat wat lager. 63% geeft aan vertrouwen te hebben in hem. Ook het rapportcijfer dat de vorstin krijgt ligt hoger dan dat van haar zoon. Beatrix scoort een 7,4, terwijl Willem-Alexander een 6,6 krijgt. Ook Maxima scoort traditiegetrouw hoger. Zuid-Holland geeft haar een 7,2. Dat Willem-Alexander zijn moeder op gaat volgen staat vast. 1 op de 10 ondervraagden denkt dat zij nog dit jaar plaats maakt voor Willem-Alexander. Hoewel de koningin haar verjaardag altijd in besloten kring viert, is het de gewoonte dat er veel bezoekers bij Huis ten Bosch langskomen. Maar of het vandaag door de kou komt of door de dalende populariteit van het koningshuis, het handjevol beeldende journalisten treft maar weinig geïnteresseerde bezoekers. Komt u hier voor de koningin vandaag? Nee hoor, ik werk nachts en ik loop hier wel vaker langs. Er wordt ontzettend veel gespeculeerd wanneer ze zou gaan aftreden. Heeft u een idee? Nou, ik had het net met mijn kleinzoon erover, want die had het er ook over. Die zegt, wanneer zal Alexander nou koning worden? Nou, ik zeg, oma die denkt zomaar als de koningin 75 jaar wordt. Ik denk dat ze nog wel graag wel even wil blijven. Maar als het misschien met de gezondheid wat slechter gaat, dan zal prins Willem het wel overnemen, denk ik. Nou, het interesseert mij helemaal niet zo erg, nee. Ze doet het prima, dus voor mij mag ze blijven zitten. En als ze vindt dat haar zoon haar moet gaan opvolgen, dan vind ik het ook goed. Met de aanhoudende winterse temperaturen stijgt de schaatskoorts. Schaatsbanen zijn klaar om open te gaan. De vraag is wanneer dat deze week gebeurt. In Warmond zijn de vrijwilligers van de Warmondse schaatsbaan optimistisch. Wordt je ijsbaan open? Dat vandaag nog niet. Het ijs van de schaatsbaan in Warmond is zo'n 1,5 centimeter dik. Reden voor de vrijwilligers om al het materiaal klaar te zetten voor gebruik. Er komt een hele grote sneeuwschuiver voor. Deze is ook voor de Molenmerentocht. En verleden jaar toen we heel veel sneeuw hadden, hebben we ook deze baan erbij geschoven. Daar hebben we nog hele mooie foto's van. Zo moet het gaan. Ja, prima. Als het aan de mannen van de ijsclub ligt, wordt er overmorgen geschaatst. En misschien wel morgen. 7, 8 graden vorst moeten we wel hebben. Wil het morgen lukken. Maar als het bijvoorbeeld 5 graden vriest en de nacht erop weer 5 graden, dan gaat die donderdag ook open. Morgen zou het misschien kunnen, maar we hopen donderdag. En als je zelf ook wilt gaan schaatsen, op onze website staat een overzicht met schaatsbanen in onze regio. Ja, en of het voor het schaatsen dan ook een beetje mee zit met het weer, dat horen we van Huub Mizee. Nou, dat dacht ik eerlijk gezegd wel, als we tenminste naar die zon kijken. Ja, vanochtend vroeg waren er nog een paar wolkenvelden, maar voor de rest hadden we alleen maar zonnig weer vandaag. Ja, wel met een koude wind. Het vriest natuurlijk. Overdag was het 1, 2 graden onder nul en het wordt nog kouder. Dat wel. Vanavond en vannacht zal er geen bewolking zijn. We zien de halve maan en voor de rest hebben we een matige oost-noordoostenwind die dus steeds koudere lucht gaat aanvoeren. En zeker later vannacht gaat het overal matig vriezen. Morgenochtend vroeg 7 tot 8 graden onder nul. En morgen overdag opnieuw een prachtige zonnige dag, maar nog net iets meer wind. Aan de kust kan die af en toe krachtig worden. En dat maakt het zeker voor het gevoel behoorlijk koud. Want de temperatuur morgenmiddag zo rond de min 3, min 2 graden. Een behoorlijk koude dag dus. Tot zover het TV West nieuws van dinsdag 31 januari. Meer nieuws vindt u op westonline.nl en hoort u op 89.3 Radio West.
Straks ziet u hier nog Buitenwezen met Erik Kooijman. Maar eerst Tis Wat. Daarin vandaag een stoere Delftse die gaat voor de titel van Motorvrouw van het Jaar. Het TV West ochtendnieuws is er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Fijne avond. Dag.